organiseren deze wedstrijden altijd zeer verspreid over al de velden met gesloten kleedkamers. Dus wij hebben een grote tribune, dus de kinderen worden kleden al eraan onder de tribune, dus zeker niet in de regen. Dus ze staan onder een afdak en met handen ontsmetten en materiaal ook alles te ontsmetten. Dus alles is feit coronaproof. Enkel alleen maar trainen. Is één iets, maar vooral eigenlijk die wedstrijden, die winnaarsmentaliteit. Ja, het willen winnen, dat zie je enkel alleen maar terug eigenlijk in de wedstrijden. En dat vinden we eigenlijk ook wel super belangrijk. Eigenlijk. Op training gaat dat ook, maar het is altijd wel een leuker om een wedstrijd eigenlijk tegen een andere ploeg te spelen. Dus daarom dat we toch eigenlijk enorm voorstander zijn als KSV Roeselare om wedstrijden eigenlijk te spelen.